Ja, ja. Het is allemaal even lekker vandaag. Nasi, bami, hoep, en witte rijst, Peking eend, chashu en Szechuan beef. En natuurlijk sambal erbij. Kijk, Peking eend en gebakken rijst, het is een vrij delicaat gerechtje. Vlezig, maar toch ook wel sappig. Kruidig vanwege de gebakken rijst met al die lekkere dingetjes erin. Daar wil ik graag een Davo Surf Ale bij pairen. Davo Surf Ale, een hoppig blond. Laten we het gewoon... Dat is niet handig. Laten we het beestje gewoon bij zijn naam noemen. Een hoppig blond. En dat geeft net even wat extra pit in de ondersteuning. Zonder dat het overmatig dominant gaat worden voor wat betreft de hopbitterheid. En de koolzuur brengt het lekkerste uit die eend naar voren. Ik ben heel benieuwd. Ik ga het eens proberen. En nee, hier doen we geen sambal bij. Dit doen we gewoon zoals die komt. Sappig eentje. The best of both worlds. Chashu, lekker kruidig varkensvlees. Vind ik zelf wel lekker met bami. En ik drink daar graag een donkelweizen bij. Waarom donkelweizen? Tarwebier in zijn algemeenheid is vaak al een godsgeschenk bij varkensvlees. Maar maak je dat varkensvlees wat kruidiger en krijg je er de Aziatische specerijen bij vanuit de bami. Ja, dan wil je wel... Sorry, gaan we even overnieuw doen, Michael. Nou, daar gaat hij dan. En wat blijft er dan over? Dan blijft er voor ons vandaag over Szechuan beef met witte rijst. Ja, sambal bij gaan we niet doen, want dit is al lekker genoeg. Wat is hier de truc? Dat is niet al te heftig, dus daar wil je ook weer niet een al te heftig bier bij. Een lager, een amber lager, geeft daar wat extra karamelachtige plakkerigheid aan. Gewoon wat meer body. Drink nou in ieder geval nooit een pils bij een Chinees, want dat is gewoon geen goede combinatie. Wit bier daarentegen, dat kan heel erg lekker zijn. Vooral als het heel pittig wordt, want dan dempt dat zachte van de tarwe die pittigheid. Maar terug naar al dat geneuzel. Zet je one beef? Had ik al gezegd dat ik geweldig werk heb. Blijf genieten.